Vandaag is een drukke dag. Er staat veel op de planning. Ik heb 3 deadlines die echt af moeten. Ik heb Louise en de jongens moeten vanmiddag naar hockey. Hoe maak ik mijn werk af en zorg ik er dat ik er voor de kinderen ben? Dit zijn mijn 5 tips. Tip 1. En die komt van Huib. Kies voor een makkelijk te bereiden recept voor de avond en doe de voorbereidingen daarvoor al in de ochtend. Staat dat alvast in de stijgers. Tip 2. Kind slaapt, laat dan de boel gewoon de boel en ga aan het werk, want deadline is deadline. Tip 3. Vergeet niet te ontspannen. Heel belangrijk. Ah, daar zijn die jongens alweer uit school. Lekker laten spelen en dan hockey. Tip 4. Geef iedereen gewoon zijn eigen verantwoordelijkheid. Zelf omkleden, dat kunnen ze echt al veel eerder dan dat je denkt. Zo, wegwezen, kan ik er even werken. Niet dus. Tip 5. Je baby voor Teletubbies, ja, is misschien niet heel verantwoord, maar wel super handig als iets gewoon even af moet. Of dat nou werken is of het eten, want het is alweer 4:30, ik ga snel koken. En met de voorbereidingen van vanochtend is dat zo gediend. Yes, we hebben het gehaald. We zitten op tijd aan tafel. En mijn werk? Ja, dat is met dit filmpje nu ook af. Tot de volgende keer!